Vandaag is er veel bewolking boven ons land. Er valt van tijd tot tijd ook regen uit die dikke bewolking, maar er zijn ook plaatsen waar het eventjes droog blijft. Ik verwacht toch wel dat er uiteindelijk overal in ons land een spat regen valt. En het meeste valt uiteindelijk in de westelijke helft. De temperaturen vanochtend 7 tot 10 graden, daarbij een matige zuidoostenwind. En vanmiddag breekt dan uiteindelijk vanuit het zuiden de zon wel door, maar ontstaan er ook weer nieuwe buien in die opklaringen. Mogelijk in Limburg met een klap onweer. De temperatuur in de opklaringen 14 of lokaal 15 graden, in het noorden blijft het kwik op 12 graden steken. Vanavond breiden de opklaringen zich verder over het land uit. De wind is dan inmiddels naar het zuidwesten gedraaid en de temperatuur ligt dan ongeveer rond 12 graden. Morgen dan is het wisselend bewolkt. Verspreid valt over het land een enkele bui. Lokaal mogelijk ook met een klap onweer. En bij een matige westenwind wordt het 15 of 16 graden. Ook in de komende dagen blijft het wisselvallig. Met name op zaterdag kan er van tijd tot tijd wat regen of enkele buien vallen. Ook een stevige wind. Vanaf zondag krijgt een hoge drukgebied meer grip op ons weer. Dan zien we vaker de zon en is het ook vaker droog. Het blijft wel koud voor de tijd van het jaar. Mijn naam is Wilfred Jansen voor Weerplaza.